Na 8 jaar als ECB-voorzitter geeft Mario Draghi de fakkel door aan de Française Christine Lagarde. Draghi kan gerust terugblikken op een geslaagd parcours. Vooral zijn vastberadenheid, doortastendheid maakte van de ECB een veel modernere centrale bank. Natuurlijk kunnen we niet om het feit heen dat de controverse rond het monetaire beleid onder zijn bewind ook fel oplaaide. Denk aan negatieve interestvoeten en het opkopen van staatspapier. En dat is nu eenmaal een realiteit waar Christine Lagarde mee zal rekening moeten houden en waarvoor ze al haar politieke talenten kan gebruiken. Op korte termijn hoeven we wellicht geen grote beleidsveranderingen te verwachten. Na het stimuluspakket van september, waarbij de Europese Centrale Bank de rente nog verlaagde en ook een nieuw aankoopprogramma van staatspapier en bedrijfspapier aankondigde, ter waarde van 20 miljard, zit dat wellicht op korte termijn wel goed. En in zekere zin zet dat Lagarde op korte termijn ook uit de wind. Hier en daar gingen stemmen op, kritische stemmen, die erbij stilstonden dat Lagarde geen economisch diploma heeft en dat ze niet puur economisch geschoold is. Maar dat hoeft allicht geen onoverkomelijke hindernis te zijn. Uiteindelijk beschikt de ECB over een heel leger aan macro-economen die de economische situatie goed kunnen inschatten. En Lagarde beschikt dan weer over het talent om dat goed te vertalen in concreet beleid en doortastend beleid, net als Draghi. Ze zal er zeker voor zorgen dat het ECB-beleid de nodige doortastendheid heeft in moeilijke momenten. Bovendien is het ook zo dat Lagarde de nadruk erop zal leggen dat er in de huidige omstandigheden geen wonderen kunnen verwacht worden van het Europese Centrale Bankbeleid. De rente is zeer laag en allicht heeft het veel meer zin om vandaag in te zetten op een meer budgettaire, expansieve strategie in de vorm van meer overheidsinvesteringen. Dat zou meer kans op slagen hebben om de groei en de inflatie duurzaam op te krikken. En tot slot kunnen we zeggen dat Christine Lagarde een heel duidelijke mening heeft en ook niet zal aarzelen om die te ventileren over de setup, de institutionele setup van de Monetaire Unie en de Bankenunie, die allebei nog niet af zijn en die eigenlijk moeten ingebed worden in een echte politieke unie met meer fiscale slagkracht.